Oké, ja, we hebben weer een KNSB weekend achter de rug, dus we gaan weer naar de partijfragmenten kijken. Ik ben Vincent Fleming, ik speel in Max Euwe 3 en naast mij zit Yannick. Ja, dankjewel. En wat is jouw rol hier eigenlijk, Yannick? Ja, nou goed, ik ben natuurlijk afgelopen weekend ook te sprake geweest tijdens bij de duels tussen Ja? Max Euwe en Almelo. Ja, want jij speelt? Ik speel bij Almelo. Bij Almelo, Ja, aha, oké. ik heb mijn opleiding genoten bij Max Euwe, dat wel. Dus Ja, het was ook wel een beetje een tweestrijd eigenlijk. Je komt hier regelmatig over de vloer, geloof ik. Ja, nee, klopt. Ik kom regelmatig nog wel langs, ja. Ja, oké. Ja. Oké, nou, we gaan met z'n tweeën door de fragmenten heen. En Max Euwe 4, 3 en 2 gaan we bekijken. We Oké. beginnen met Max Euwe 4. Hier hebben we al de stelling. Ja. De zwart speler is Dante. Eens even kijken. Ken je die spelers? Een jeugdspeler. Ja, Dante heb ik een tijdje meegemaakt inderdaad, ook al toen ik hier zelf nog bij de jeugd zat. Toen kwam hij er volgens mij net bij en daarna heb ik hem wel gestaag zien groeien qua niveau. Dus Ja, het niveau zit er wel degelijk goed in bij Dante. Daar ben ik niet zo bang voor. Nou, we gaan ook kijken hoe hij hier gaat. Hij gaat winnen. Dat kan ik alvast Ja, het ziet er verklappen. vrij goed uit Ja, inderdaad. zwart is zwart. Dante is zwart, maar wit is aan zet. Lopen B2 is gespeeld. Lopen B2. Kwaliteitsoffer eigenlijk, hè? Dus Ja. ja. En nu is het wel interessant, want Dante die zei van, ja, ik kan hem pakken. Dit is de logische zet eigenlijk. Ja, ik snap het idee achter lopen B2 wel, want je wil graag F5 spelen hier met wit, denk ik. Je wil echt die pionnen naar voren Een duwen. wal, ja, een En was voor ja, en om daar de storm, kwaliteit voor denk te ik. offeren, vind ik misschien nog wel wat rigoureus. Je zou bijvoorbeeld het eerst kunnen voorbereiden met toren B1. Ik weet niet zo snel hoe dat fout zal gaan. Nee, Dat ziet er wel beter uit. dat Misschien kun je zelf een kwaliteit nog offeren, inderdaad, met wit. Maar ik vind de gedachtegang van Dante ook wel interessant, omdat hij slaat hem dus niet, die Nee. toren. Nee, precies. Want dat paard op B3, dat is misschien nog wel sterker dan de toren. Superpaard daar. Ja. Ja. Nog niet zo sterk als op D3, hè? Nee, dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Ja, maar hij speelt dame G4, Dame interessant. G4. G4. Oké. Nou Ik zit te zoeken wat het idee hierachter is. Ja, goed. Misschien inderdaad de pionnen. We wachten het even af. Ja. Toren B1. Kort. En nu Ja. komt paard D4. Paard D4. Oké. Ja, wil een sterke paard, denk ik, Ja, ruilen van. daar wil je graag vanaf met Ja, wit. dus dat gebeurt ook. Paard want D4. Lopen D4. En ik vind dit nog wel een mooi stukje techniek van Dante. Ja. Want nu gaat hij eigenlijk afwikkelen naar een heel gunstig eindspel. Want we zien natuurlijk nu al. Dit is een mooie vrijpion. Ja, die wil je graag door laten lopen. Ja, precies. Maar ja, die staat nu heel vast. Ja. Naar F6. Toren F1. Ja, lopen maal. Lopen maal. Lopen Lopen F6. F6. Ja, je hebt gelijk ook die D-pion wat je zo vrij speelt, hè? En ja, dit is. Ja, dit gaat van kwaad naar erger. Ja, precies. Die Precies. E-pion is achtergebleven op de E3 inderdaad. Ja, En de D5-pion die kan lekker wat kracht gaan zetten als een soort stormram, hè? ja. Ja, dit ziet er heel goed uit inderdaad. Dit wordt heel mooi uitgespeeld door Dante. We gaan even verder. Toren F3. Dame F5. Oh, wil je je dames ruilen? Vraag ik me af. Ik voel eigenlijk iets meer voor D4 misschien. Omdat dan ook F4 komt te vallen natuurlijk. Ziet er ook aantrekkelijk uit, Ja. ja. We gaan even gewoon, we gaan gewoon even doen. Ja. Hoe dan ook, dit blijft sowieso goed, denk Zeker, ja, dit ik. is hartstikke goed voor zwart. En nu de interessante beslissing. C3. Die pionnetjes. Gelijk al. Ja, en die pionnetjes komen los. Ah, omdat B1 hangt natuurlijk. Even kijken. Ja, hij kan hem niet Ja. pakken. De dame kan die pion niet pakken Slim vanwege. gevonden. Ja, vanwege. Heel goed. Trucjes zijn ze wel Ja, besteed aan de jeugd natuurlijk. Ja, dat mag gewoon. dat krijg je met een paplepel ingegoten daar, hè? Maar dan nog, ja, die pion C3 staat nu wel alleen. Ja. Het is die, C2 gelijk ook. maar dit gaat, dit heeft Dante heel goed berekend. Ja. Toren F2. Dat is het doel van die zet. Nou ja, die heeft wel even. Ja, je wil hem nog een keer aanvallen natuurlijk, maar tegelijkertijd, je stukken met wit die staan echt compleet gedesoriënteerd. En nu komt een winnende manoeuvre van zwart. Schitterend. Toren C4? Toren Toren C3? C3. Wauw. Prachtig. Ja, de dame moet nu iets doen. Ja. Jij kan gewoon die Maal pion pakken. D5, ja. Kan gewoon pakken. Ja.
Of oh, toch, of toch niet? Nee, ik of zie het. Nee. Dame maal toren B3 en uit. Ja, ja. En dat is ook juist, ja. Lekker. Ja, ja, lekker. Dus het was in één keer voorbij. Ja. Hey, super. Ja. Dat is lekker gespeeld inderdaad. Keiharde overwinning eigenlijk. Ja, ja. Ja. Mooie techniek. En ja, precies op het juiste moment die champion laten lopen. Je moet het wel even durven. Ja. Maar dat is goed gezien. En helemaal, want ik kijk even gauw mee naar de notatie. Ja, het zit er normaal gesproken rond tijdnoodfase. Dus het is goed berekend dan. Ja. Petje af. Ja. Dan, even kijken. Ja, dit was het enige fragment van Max Euwe 4. Oké. Okay. Maar wel een mooie. Absoluut. Ja, natuurlijk. Ja. Even kijken. Even kijken. Tegen Kampen moesten ze. Tegen Kampen. Ja. Ah, daar spelen wij met Almelo ook tegen voor de KNSB-beker. Oké, nou, dan moet je wat overleggen wat, hoe dit allemaal gegaan is. We gaan even het openingetje uitpakken. Ja. 5,5, 2,5 in ieder geval voor Kampen. Ja. Ja. Okay. En de enige overwinning, maar wel een mooie van Dante. Die hebben we gezien. Ja. Die hebben we gezien. Nou ja. En een prima halfje voor Joop zie ik. Ik weet niet of hij gewonnen heeft gestaan. Prima halfje voor Kees. Ja, die zijn degelijke spelers, hè? Die, ja, die gaan niet, die vallen niet zomaar om. Nee, dat zijn echt die oude rotten, hè? Ja, die moet je echt even ver trappen voordat ze om zijn eigenlijk. Ja, maar ze zijn wel goede spelers. Ja, Kees is ook clubkampioen geweest. Ja, hè? Klopt. Ja, dat wist ik me laatst ook te vertellen, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, we gaan gewoon door naar Max Euwe 3, even kijken. Want we hebben nog veel te doen, jongens. Even kijken. Wat had ik voor plan? Laten we gelijk maar met Thijs doen. Ja. Staat hij toch al voor. Ja, als Thijs niet in het journaal zit, dan gaat er iets mis. Ja, precies. En waar heb ik hem? Oh, meteen al bij het eind. Ja. Hij speelde tegen... Tegen Levi niet. Levi, ja. Ik was even zijn voornaam kwijt. Ja, ja, ja. Ja, Levi is natuurlijk ook een jeugdproduct van Max Euwe. Die kwam iets later dan ik binnengerold. En ik weet nog heel goed, het was een van de laatste avonden, kwam Levi binnen. Heel klein knulletje. En Anne Veldman die zegt van, nou, ga maar tegen Yannick spelen. Uh-huh. Dat lijkt me een geschikte uitdaging. Oh, ja? Ik had echt compleet van bord afgemapt. Ik had echt van, wat gebeurt hier? Het was toen echt een supertalent. Oké. Okay. En ik weet me ook nog te herinneren dat men werd verteld dat hij een beetje uit dezelfde talentengroep komt als Jonas Hilberda. Dat ze allebei natuurlijk in Groningen hebben gewoond. Okay, Jonas die woont er nog steeds. Uh-huh. En toen kwam Levi inderdaad hier in binnenrol. En toen hebben we altijd een beetje zo tegen elkaar aan zitten boksen. Dus dat was wel goed voor onze ontwikkeling hier, dat we echt een sparringsmaatje hadden. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, ik wist niet dat jullie elkaar zo kenden op die manier. Ja, en daarom heb ik hem nu ook nog naar Almelo weten te halen, omdat we altijd wel wat contact hebben onderhouden. Ja, ja, want hij is even gestopt geloof ik, hè? Ja, hij is een tijdje gestopt geweest inderdaad. Hij speelde eigenlijk alleen nog het ONJK in Borne. Mm-hmm. En daar zag ik hem ook vrij regelmatig en ik had zoiets van, joh, ga gewoon bij een club schaken, want je hebt hartstikke veel talent. Mm-hmm. En nu schaakt hij voor het tweede jaar bij ons. Ja, volgens mij gaat het wel goed. Ja, absoluut. Hij maakt echt gestaag sprongen. Ja. Maar tegen Thijs kwam hij net te kort. Klopt, ik heb het een beetje gevolgd inderdaad. En hij gaf zelf ook al aan van, ja, ik kwam overal eigenlijk net te laat. Klopt, hij zat een beetje onder druk. En dit is al ver in het eindspel hoor. Ja. Dit is de laatste fase. Mm-hmm. En Thijs zat nog een beetje te bikkelen. En hier stonden natuurlijk ook mensen omheen. En op een gegeven moment speelde Thijs de zet, de winnende zet. Natuurlijk in deze stelling. Ja. Ja, de kijker heeft het lang gezien natuurlijk. Is dat zet? Dame C7. C7, ja. Dubbele aanval. En het verhaal gaat tot op de gang. Iedereen zag het natuurlijk die zet. En op de gang. Echt waar? Ja. Oh nee, dat is wel hard inderdaad. Ja. Nou, het vervelende is ook. Of eindelijk. Ik zit nu te kijken inderdaad. Het vervelende is volgens mij dat dame F7 niet werkt vanwege dame B8. Ja, en precies. Dat je dan de toren ophaalt. Je denkt van je kunt alles dekken, maar dan zit er nog een tussenschaakje. Ja, precies. Dus, de vervolgde zet moest zwak helaas al opgeven. Dus, nou goed, dat is logisch in deze stelling. Ja. Maar goed, Thijs Wereldpunt, die staat nog 100% scoren. Ja, super. Dat is echt wel een mooie score van hem. Oké, dat hebben we gehad, Thijs. Wat zullen we nou doen? Oh, Gert-Jan zullen we ook gelijk even... Gert-Jan, die was opvallend snel klaar, viel me op ook. Ja, nou, daar kunnen we ook vrij kort over zijn als ik hem gevonden heb. Daar, nummer 8. Oh ja. Ja. Ik kijk er gewoon 3 keer overheen. We gaan er maar 3 zetten van bekijken. Ja. Van het begin. Ik weet het, want Sjors Henneberken speelde Gerrit-Jan tegen en dat is ook een goede vriend van me. Okay. En die kwam bij me en hij zegt van, joh, ik heb het na 2 zetten al verkloot. Ik zeg, hoe dan? Ja, ja, en toen vertelde hij me het inderdaad, want nu wordt inderdaad
loper E7 gespeeld. Had hij verwacht dat er op paard F3 paard C6 gespeeld was of zo? Dat hij was een stapje vooruit al, ja, inderdaad. Ja, precies, hij had het hele plan al uitgedacht. Maar de flikstafeler is het eigenlijk, hè? Dit. Ja. Nou, dat is dus gewoon eigenlijk een teken van heel groot talent dat hij alles al uit vooruit berekend is. Ja, zeker. Ja. En ik heb er zelf ook al een tijdje last van gehad, hoor, dat ik direct de dingen gewoon niet zag. Want de loper E7 is best wel een catastrofale zet al. Ja, ja. Vanwege dame H5. Dat wordt ook gespeeld. Ja. Ja. Gewoon op Heddesman spelen, beetje flauw, maar ja. Ja, nou goed, je krijgt het eigenlijk vanuit stap 1 al mee, de Heddesmat. En dat niet alleen, het blijkt dus ook gewoon heel erg effectief nog te zijn. Ja, je ziet het. Meteen een groot voordeel voor het. Oké. Ja, het kost je een toren, bel je naar, hè. Dus, nou, dat weet ik niet, maar... Ja, je kunt het nog redden tot een paard, denk ik, maar daarna is het ook echt klaar. Ik wil wel een fijne stelling van weet. Ja, we maken er geen woorden meer af, we gaan naar de volgende. Het is een goede invalbeurt van Sjors, maar de volgende keer iets meer geluk, inderdaad. Ja, precies. Komt vast wel goed. Ja. Waar wilde ik nu naartoe? Oh, Jessica. Jessica, tegen Ton Vermaanen, onze voorzitter. Is het voorzitter? Ja, Ton Vermaanen is sinds afgelopen jaar voorzitter in plaats van Ben Poelstra. En hij doet het erg goed. Alleen dat die afgelopen zaterdag al een hele lange kluif van Jessica. Ja, ja, want jullie voorzitter wel is wit en Jessica is zwart. Mm-hmm. Ja, hier staat het bord al een beetje in brand in het midden. Hè? Dus ja, er staat lekker veel druk op de ketel hier. Ja, ja. Nou, we gaan even snel kijken. Paard C5. Paard C5. Paard D4. Ja, nu wordt het echt leuk, jongens. Ja. Paard D4. Jeetje. Alles staat aangevallen en gepend. Oh, en ook paard E6. Oh, ja, je ruilt twee torens voor de dame, hè? Toren E1. Ja. Paard C5. Toren E1 schaak. Ja. Dit is wel interessant. Dit is interessant, zeker. De sleutel voor wits eigenlijk zou moeten zijn dat het paard al op de zesde rij staat. En dat krijg je heel moeilijk voor elkaar hier. Dus het lijkt alsof de stukken van zwart wat gedesoriënteerd staan, maar tegelijkertijd werken ze wel heel goed samen. Ja, ja. Want ze houden best wel veel controle over het centrum ook. Kijk, ik maak even een sprongetje. Ja. Plop. Lichte stukken zijn van het bord, alleen de zware stukken. Ja. Ja, dit is wel een lastig eindspel voor wit. Dit is een moeilijk eindspel, inderdaad. Voor zwart eigenlijk ook, maar voor wit nog moeilijker, denk ik. Ja, nou goed, weet je, als de pionnenverhouding andersom zou zijn, dan is het remiseachtig. Maar met een pion meer... lijkt het vrij makkelijk uit te spelen hier voor zwart. Ja, blijft razend lastig natuurlijk voor allebei. Klopt, je moet je toren zo goed zien te positioneren dat ze goed samen kunnen werken. Ondertussen doe ik, ga ik... Ja, natuurlijk. Praat jij lekker door? Praat jij lekker door? Ga goed. Het is wel opmerkelijk dat je toren daar neerzet. Ik denk dat je met zwart zo snel mogelijk een luchtgaatje inderdaad wil maken. Ja. Misschien komt nu de beslissende fout eigenlijk in de zet, in de partij. Mm-hmm. Je moet waarschijnlijk toch F3 spelen. Maar ja, want je laat een schaakje toe en tegelijkertijd ook een samenwerking. Ja, maar dit is niet zo gunstig meer voor... Ik had toch misschien toren C3 gespeeld eerst. Ja. Of krijg je dan eeuwig schaak gelijk al? Dat is wel een vreemd dingetje. Ja, dat zit ook nog in de stelling. Ja, want het idee is toren C3, toren maal A3. Toren C maal A3 dan wel. Dan heb je dame A1, dame E4 of zo. Ja, dame E4 inderdaad. Vervelend. Oké. Okay. Jessica houdt gewoon die toren op de onderste rij. Ja. Even kijken, maar dit is toch wel, blijkt eenvoudig gewonnen te zijn. Althans eenvoudig. Het rent lekker door, hè? Ja, die A-pion is toch heel sterk. Ja, dus kon de voorzitter helaas niks meer doen. Dus, helaas. Ja. Even kijken, dat was Jessica. Ja. Even kijken, wie hebben we nog meer op de lijst staan? Tijdens hebben we gehad. Anne Veldman hebben we ook. Ja, dat was een hele leuke partij. Dat was een hele leuke partij, want die waren ook als eerste klaar volgens mij. Zullen we die er gewoon nog even doen? Kijken, want dat was een hele... Anne Veldman, die heeft altijd wel een leuke aanvalspartij. Klopt. Ik kan even kijken. Ik heb ooit tegen die... ken je die man? Egbert Gorter. Ja. Ja, die is bij ons de interne competitieleider. Dus is ook in het bestuur. En tevens teamleider van de tweede. Ik heb tegen hem gespeeld met de viertal competitie. Ah, oké. Okay. Hij wilde ook graag tegen mij spelen. Nog een keer. Ja. Dus, maar dat ging helaas niet door. Nee, we zaten op verschillende borden. Hè. Zo gaat dat. Ja. Ja, dit is weer een fantastische partij. Mm-hmm. Dit moet van hakken en zagen is dit. Ja, en Anne is hier wit.
En die, ja, geen half werk, die ging meteen. Ja, die knalt er een stuk tegenaan. Ja. En ik kan hem geen ongelijk geven. Nee, want, de koning van zwart die is inmiddels zo blootgelegd, dat is niet meer leuk eigenlijk. Ja, je mag hem niet terugpakken, hè? Nee. Dan wordt het vrij pijnlijk, Mat. Ja, ja, precies. Dus, dame B6, even kijken. Ja. Wil jij beter tegen mij? Ja. Oké. Okay. Ja, is goed. Oké, dat was het. Hoe lang dan? Dat kwartiertje. Kwartiertje, ja. Ja, dat moeten de kijkers even. Kwartiertje nu de doffe doffe hier. Ja, nog een kwartier plezier. We weten het niet. Even kijken, wat had ik hier nog verzonnen? Oh, we maken gewoon een sprongetje, dat had ik verzonnen. Dat is allemaal plop. Oh ja, zwart doet die dame even hier. Dame even hier. Ja, het valt drie stukken tegelijk aan. Ja, ja, volgens mij is dat, ja, ik weet niet. Zeg maar hoe het staat. Ja. Allemachtig. Het is gekkenhuis. Ja, en, het zou ook zomaar een partij van mij kunnen zijn. Ik, ja, je speelt ook... Ik speel vrij agressief, absoluut. Oké. Ja. Nou ja, Hans Plasman die zou zeggen van, een kijkersvraag, zet u de video even stil. Ja. En bedenk... En zoek de beste set. Wat zou u spelen met wit? Ja. Nou, waarschijnlijk zit er wel meer zetten goed trouwens, maar die zet van Anne is wel heel mooi. Ja, ik zit nog even te kijken, zonder dat ik probeer te spieken op het notatieblaadje. Oké, dan moet ik het eigenlijk zo doen, dan kun je het ook niet zien. Hè? Nee, precies. Ja, maar goed. Even kijken, ja, mijn eerste inzicht is natuurlijk toren half 6, maar ik vraag me af of dat wel goed is. Dat is mijn eerste... Ja, dan ga ik gewoon een beetje de verdedigers bij de koning een beetje weg... Ja, je wil de koning nog meer op de tocht zetten, want hij heeft al weinig velden waar hij naartoe kan. En, zullen we de zet van Anne laten zien? Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad. Lopen H5. Ja. Heel subtiel. Ja, ja. Want je krijgt natuurlijk een matveld op F7. Ja, ja. En op het moment dat G6 wordt gespeeld, ja dan... Wordt gespeeld. Wordt gespeeld. Oh mijn god. Ja. Ja, dan gaat het hard natuurlijk. Wel een koelbloedige zet, hoor. Wie van wit. Ja. Voor toren F1. Juist. Nog meer gasten erop, huppakee. Schitterend. Ja, je mag niet slaan natuurlijk, omdat dan... De dame F7 nog steeds mat is. Ja. En als je slaat op H5, dan gaat F6 eraf. Ja, oef. Ja, ja, dit is leuk gespeeld. Dit is heel goed gespeeld door Anne. Ja. Oké, zwart gaat nog even. Ja, je moet wat doen. Tegenover. Ja. Ja, ik zou nog meer tegenover op F6. Nou, het is wel schaken, hè? Dus je moet even schaken op F6. Oh ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, nu houdt. Je houdt niet heel veel meer over. Nee, zwart houdt te weinig materiaal. Dus het is wel. Ja, spectaculaire partij weer van Anne. Ja. Is die wel goed in hoor, die chaospotjes. Ik word er allemaal helemaal gek. Ja, ik heb les gehad hè, van Anne. Oh, oké. Ja. Misschien komt het daarom mijn fascinatie voor rare partijen wel vandaan. Dat kan zo. Want ik had er zelf ook eentje zaterdag. Daar komen we nog op. Daar komen we nog op. Even kijken, we gaan eerst naar Sjaak. Even kijken, wat had ik daarvan? Ja, die speelde tegen Goswin. Goswin Zeeman. Ja, een leuke achternaam. Sjaak was zwart. Ja. En die speelde hier dame E7. En hij vertelde mij in de mail van, ik zat wel te kijken naar paard D4. Ja. Maar ik kon het niet helemaal goed krijgen. Paard D4. Maar het lijkt gewoon, voor de computer is het gewoon goed. Ja, het lijkt me ook wel goed, want het is een aanval op een gepend stuk. Ja. Maar het lijkt de hele boel ook te slopen, maar je kunt lopen maal doen en dan sla je terug. Laten we even kijken. Ik heb de variant hier bij gezet. Mm-hmm. Oké, dame E7 gespeeld. Ja, het is misschien wat traag trouwens. Ja, wel goed, wel solide. Ja, wel solide. Dit is wel principieel natuurlijk, hè? Paard D4. Klopt. Pak. Ja, pionmaal. Werkt E5 al? Nee, dan krijg je toren E8 natuurlijk. Even kijken, ik had zelf eerst toren D4, altijd eerst de domste zet doen. Ja, precies. Net doen alsof je erin trapt. Ja, maar dan is lopen F3 sterk. Ah, vanwege lopen maar A2. En dan heb je de, precies. Uitschakelen verdediging. Ja. En dit is goed voor zwart. Mm-hmm. Ja. Dus dan zou je nog iets anders moeten doen. Bijvoorbeeld paard weg nu, paard naar D5. Mm-hmm. En dan is dit dan een vervelende zet. Ja, want je blijft die penning erin houden. Ja, hè? Ja. Dus het zou het, ja. Eigenlijk had je met wit iets moeten spelen als dame D3 om je dame te ontpennen, maar dan zit je nog weer met de penning met de toren.
Ja, dat blijft een penning. Het blijft een penning, ja. En wellicht, als je een keer mazzel hebt, dat je iets op F7 kan slaan, maar dat ziet er nu nog niet naar uit in ieder geval. En dit ziet er vrij goed uit voor zwart. Ja, ja. Overigens was het na dame E7 ongeveer gelijk. Ja. En eigenlijk werd het in tijdnood een beetje beslist. Okay. Dat was ergens een fout. Ja. Plotseling was er een mat. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik heb het niet heel goed met zware stukken, weet je wel. Dan ging je, ja. Oké. Okay. Okay, dat was Sjaak. En dan gaan we naar, dan hebben we nog eentje volgens mij nog. Ja, Laurens. Laurens, ja. Die speelde tegen... Afram Malki, ja. Ja. Die speelt super snel, man. Afram speelt nog steeds super snel. Die speelt als de brandweer, inderdaad. Ja. Maar hij doet vaak best wel hele goede zetten, inderdaad. En, okay. En daar verbaas ik me nog steeds over, dat hij dat zo voor elkaar krijgt. Best wel bewonderenswaardig. Maar hij had wel lastig, hoor, tegen Laurens. Ja, Laurens is natuurlijk ook wel een hele sterke speler. Ja, die liet zich niet gek maken door... Nee. Hij is ook wat lastig dat je moet doen, natuurlijk. Nee, dat doet hij. Malki. Ik moet dat op Balki, denk ik, want die... maar goed, het is wel andere dat is weer dik, goed. Wat gebeurt hier allemaal? Oh ja, hier zat een... nou, de koning staat hier al een beetje gek, hè? Mm-hmm, ja, die is een race naar de overkant aan het doen. Dus uiteindelijk is hij al een beetje kapot voor zwart, waarschijnlijk. Mm-hmm. En het is hier al mat in 4. Oh, maar, echt? Maar dat zag de computer wel, maar Laurens zag het niet. Oké. Okay. Ja, als je echt dan mat in 4 gaat suggereren, dan denk ik aan iets als paard E3 schaak. Paard E3, nou wat... Maar dat werkt nog niet, gok ik. Nee, paard ik... G3. Paard G3, juist. G3. Ja. Ja, maar je wil in ieder geval die F-lijn openmaken. Ja, ja. Als je hem pakt, dan moet je altijd eens de domste zet. Ja. Dan komt... Dame D3, ja. Check. Ja, je moet naar achter inderdaad. Lopen C3. Iets tussen en je slaat met mat. Mat, ja. Ja, ja. Dus, en als je iets anders doet, als je weggaat. Ja, stel je voor je gaat naar G6. Oh, ik had F6 in de koepel. Of F6, ja. Ja. Lopen C3 opnieuw. Hetzelfde type. Ja, je hebt hetzelfde type matbeeld inderdaad en alles coördineert lekker. Ja, ja, ja. Ja. Ah, goed, wat Laurens deed, dat was ook eigenlijk heel goed. Ja, want je zit hier ook al redelijk tegen de tijdnood aan, hè? Als je dit met tijdnood eruit weet te spelen, dan vind ik het echt wel echt heel erg tof. Maar in plaats van, dit is nog steeds niet zo'n plus 10 of zo. Ja. Dus met zo'n koning zo ver naar voren. Dat het nu waarom is. Moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Ja, hè? Precies. Ja. Oké. Okay. Nou goed, hij wist dit te winnen. Ja. Dus, okay. Nee, mooie partij. Even kijken, zullen we naar de... Paul gaan. Ja, dat hebben we alles gehad. Die, ja, volgens mij wel. Flink wat partijfragmenten, inderdaad. Even kijken, dat was uiteindelijk een 1-7. Nou, ik had in eerste instantie het idee dat, spoiler alert, dat de uitslag van Almelo 1 tegen Euwe 2 wat geflatteerd was, maar hier vielen wel nog wat meer punten te behalen voor Almelo, inderdaad. Je bent wel objectief, geloof ik. Een klein beetje, heel klein beetje. Nee, maar goed, het is natuurlijk een schitterende overwinning voor Max Euwe. Ja, ja. En als je kijkt naar het niveauverschil, dan, of tenminste het ratingverschil, dan is dat ook wel terecht. Ja. Maar ik heb soms een beetje meer gekeken. Ja, dat ook wel. Ja, nou goed, ik denk dat we 5,5 wat gerechtvaardigd kan was. Kan ook, had ook gekund. Ja. Ja, ja. Maar natuurlijk nog steeds een mooie zege voor Euwe 3, die bovenaan staat. Ja, door deze. Ja, want Rokade heeft gelijk gespeeld tegen Doetinchem. Ja, 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 ja. Oh, ja. Dat is Doetinchem, ja toch? Ja, ja, dat is Doetinchem, ja, klopt. Ja, oké. Okay. Nou, we kunnen volgens mij het doen. Moeten we iets zeggen over allemaal. Jij zelf had een remise tegen Jorik, zie ik. Ja, mooi toch wel mijn handen knijpen eigenlijk. Oké, okay. Ja, nee, zo goed heb ik het ook niet gevolgd. En Thierry, onze trouwe invaller, die heeft een halfje tegen Daniel. Die volgens mij ook niet helemaal fit was, volgens mij, het idee. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, want hij was vrij snel vertrokken en ik hoorde iets van alsnog bedankt. Okay. Ik dacht dat hij niet helemaal fit was, maar okay. Het kan aan mij liggen. Nee, weet ik niet. Ik heb eigenlijk niet zo met hem gesproken die dag, moet ik zeggen. Maar goed, ik heb eigenlijk zelf ook helemaal geen recht van spreken, want ik was zelf zaterdag alles behalve fit. Oh, ook al? Ja. Oké dan. Ja, ik heb geen optimale voorbereiding gehad. En dat heb ik helemaal mezelf te danken. Wat is er gebeurd? Ja, ik had een heel leuk avondje in de stad. Aha, ja. Oh, oké. En dat liep een beetje uit de hand. Die avond ervoor dus? De avond ervoor inderdaad. Ja, ja, ja. En
Ik werd de middag ben ik wakker gebeld door mijn collega. Ja, van ja, waar blijf je? Ik denk, ja, oeps, ik kom eraan. Oké. Dus was een beetje ontbijtje dan meteen. Ja, ik heb niet eens ontbijt gehad, want dan kreeg ik al niet meer naar binnen heen. Nou, we gaan kijken eens direct welke gevolgen dat had. Ja, gaan we zo naar kijken. Even kijken, dit is een fragment van die ik gekregen heb van André Langendijk. En die moest tegen Alexander... Alexander Michiaev. Is van Rusland, geloof ik. Ja, klopt. Hij komt uit Rusland inderdaad. Hij werkt in Almelo en woont inmiddels in Den Haag. Ah, oké. En hij is eigenlijk alleen begonnen met schaken in Wierden bij Matador. En daarna is hij, omdat hij toch nog wat meer niveau zocht, is hij doorgekomen naar Almelo inderdaad. Oké. En wat het bijzondere is aan Alexander is dat hij heel graag heel snel naar een eindspel in wil. Oké, dus dit is een koffie naar zijn hand eigenlijk? Ja, dit is eigenlijk precies wat hij wilde bereiken. Even kijken, André is zwart ja. En Alexander is dan wit. Even mm-hmm. kijken, en wit is ook een zet, paard D6. Ja. En loper E6, had ik eigenlijk een vraagteken bij moeten zetten. Want, althans, loper E6. André gaf een vraagteken met deze zet. Okay. Maar hij is wel heel streng hoor. Ja, en ik zit nog te kijken waarom eigenlijk. Nou kijk, hij had het idee, kijk, koning F4, E5 en dan met de pion opschuiven. Ja, en hij heeft G6 proberen. Dit is de partij hè. En zo, mm-hmm. De computer geeft nog aan dat koning G7 kan hem nog redden. Ik weet niet waarom, maar dat zal. Maar na koning E7 wordt dit is de partij en dan wordt mm-hmm. zwart langzaam weggedrukt. Inderdaad omdat je dus toch zit met die pionnen doorbraak wat misschien te sprake komt. Even kijken, wat had wel kunnen gebeuren? Paard D6, even kijken, wat had ik hier weer bij staan? Koning E7 schrijven. Direct al, ja. Beter. Ja, ik zou een schaakje geven. Schaakje? Ja. Dubbele aanval? Ja. Ja, dat is fout. Want je loopt naar die apion toe, denk ik, of niet? Die pak en het paard staat ingesloten. Het staat ingesloten zelfs. Ja. Wat een anticlimax. Ja, ja. Achteraf is het allemaal makkelijk. Ja. Dus dat had, ja, dus dat schaakje op C8 kan in ieder geval niet, maar op F5. F5 had wel gekund. Ja. En dan zou waarschijnlijk het, nou ja. André geeft aan, dit is wel een remise stelling. Ja. Ja, want kom hier maar eens doorheen. Ja, natuurlijk trouwens niet E6, dan verlies je alsnog. Ja, ja dan verlies je vrij snel. Die paardvorkjes zijn we er helemaal gek van aan toe. Ja, goed. Dus ja. Maar goed, dit is een analyse, dit is nog maar niet gespeeld. Dus hij speelde die zet van paard D6, lopen E6. Ja, en die koning komt er snel bij. En ja, dat lastig spelen voor zwart. Ja. Ja, als je echt nog wat met zwart wil, dan moet je al gaan proberen om B5 voor te kunnen bereiden. En dat is lastig genoeg. F5 komt hard, hè? Ja. Oké, zullen we jouw partij weer kijken? Ja, laten we doen. Ja, want jij moest tegen... Ik speelde tegen Sjoerd. Tegen Sjoerd, dat moet ik tegenpakken, hè? Ja. Waar wil je hem erin springen? Ik had al hier gedaan. Ja, daar had jij hem inderdaad neergezet. Maar ik wil zelf misschien nog eventjes terug naar Z12. 12? Ja. Daar. Ja, want we zitten hier in Frans, in Tarras Frans. Ja. En ik was na 8 zetten, was ik mijn volgorde een beetje kwijt. Ik was echt het boek. Mm-hmm. Want Sjoerd gaf na de tijd mijn analyse ook aan van ja, ik heb je dit dinsdag ook tegen Luc zien spelen toen ik van Luc won. Aha. En die heeft dus een soort antisysteem bedacht. Ik denk van nou, ik ga nog wel heel principieel aan thema's houden. Want Sjoerd die speelt hier ook G6, zoals zijn voorbereiding ook was. Ik denk van ja, ik moet nog inkomen inderdaad, vanwege uh-huh. mijn hoofdpijn, misselijkheid, alles wat je maar wil. Uh-huh. Dus ik speel hier G4. Oh, dat vind jij een inkomen? Gewoon even inkomen, ja. Ik denk van, ik hou het thematisch, want je ziet heel vaak witspelers in het Frans met die pionnen als ze gek naar die koning toe rennen. Ja, je wil F5 spelen natuurlijk. Juist, en ik had het ook in eerste instantie berekend, maar volgens mij klopt het echt geen houtje touwtje van. Nee. En wat er dus ook in de partij gebeurde is dat je dus H5 al gelijk op je snuffert krijgt. Ja, dat is een typische reactie geloof ik. Hè? Ja. En de engine gaf gek genoeg aan dat je op H5 moet slaan om nog enigszins wat voordeel te houden, maar dat vond ik veel te eng. Ja. Dus ik denk van nou, ik ga nog één keer F5 berekenen. Nou, het klopte nog steeds niet, dus ik speelde H3 hier. Mm-hmm. Het ziet er heel eng uit, maar het blijkt toch de tweede zet te zijn. Oké. Ja. Oké. En ik was hier ook nog... Ja, een heel klein beetje ontevreden misschien, maar niet echt zoiets van, oh my god, waar gaat dit heen? Goed, als die dame staat nog niet op de haallijn, dus nog geen reden. Precies, ik sta nog geen mat. Het lijkt misschien wel zo, maar... Nee.
Ja, jij moet me een beetje leiden. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat we nu inderdaad naar jouw fragmentje gaan. Want er wordt hier wat afgeruild inderdaad met F5, die wat te vroeg kwam. Mm-hmm. En je ziet hier dat inderdaad de koning behoorlijk naakt staat. Er staan geen pionnen meer bij, de stukken staan een beetje op afstand. En zorg er maar voor dat je niet mat gaat met wit. En gek genoeg zag ik het idee inderdaad. Toren G1, paard F3, koning G2, koning F1 en dan je F-pion terugwinnen. Wat dus ongeveer ook in de partij gebeurt. Want er wordt hier een pion geslagen op F5. En ik had zoiets dat de drie pionnen die op D5, F5 en F7 staan, die staan ingeïsoleerd. Mm-hmm. En de F-pion is zelfs een dubbele geïsoleerde pion. Ik moet een van die pionnen wel ergens weer terugwinnen. Okay. Dat gebeurde ook wel, maar ik moest er wel wat rente voor betalen, had ik het idee. Want ik voer hier dus mijn plan uit inderdaad, met toren G1, de toren H8 schaak, koning G2. Aha. En het plan is dus inderdaad paard G3, koning F1. En dan... Zo, om inderdaad die F5 pion weer te kunnen opeisen. Ja, ja. En in de analyse hadden we zoiets van, ja, is het wel goed? Het ziet er eigenlijk uit alsof dit het enige is wat je hebt, maar het bleek het beste plan ook te zijn, nog gek genoeg. Okay. Dus daar was ik wel verbaasd over. Nou, ik voelde me hartstikke beroerd hier, dus ik denk van, nou, ik probeer gewoon niet mat te gaan en dan zie ik wel waar het schip strandt. Mm-hmm. Dus ja, daar ging het een beetje heen. Okay. Mm-hmm. En zo werd het ook ongeveer uitgevoerd, want vervolgens komt het paard komt op C4 te staan. Mijn stukken die gaan naar de velden waar ik ze heen wil hebben, dus naar G3 en naar F1. Kun je, als je hem ietsjes verder nog kan doen. Ja, nou zeg het maar. Ja, een paar zetten vooruit. Hier? Ja, gewoon, als je gewoon met pijltje paar zetten verder doet. Oké. Ja, toren G8 is inderdaad koning F1. Mm-hmm. En nu komt F4. En ik had zoiets van, nou hè, Shooty zit niet anders, dus die geeft hem maar terug. Maar dat heb ik echt compleet onderschat, want loper H3 komt er in één keer in. Check. En hier zat ik echt te twijfelen, ga ik naar E2 of ga ik naar F2? En ik koos voor F2, mm-hmm. want met het idee is als ik naar E2 ga, dan denk ik van nou, loper G4 is dan best een vervelende penning. Ja. Ik krijg alsnog wel loper G4 nu, maar ja. Nu dacht ik van nu kan loper E2 terug. Oh ja. Wat dus ook gespeeld werd. Ja, ja. Maar ik heb dus met de computer een beetje nog nabekeken. En paard F5 blijkt hier echt een hele goede zet te zijn, waarbij ik dus ook bijna al plus 2 kom te staan. Hé? Ja. Maar ik zag niet zo snel hoe ik dit moest winnen. Ik heb de variant ingevoerd. Je mag hem wel tonen, inderdaad. Oké, okay, dus geen geheim in dit. Nee, zeker niet. In het laboratorium van jou bedacht. Ja, nou, dit is dus inderdaad waar het op mis kan gaan. Want dan krijg je inderdaad toren man gejacht. Ja, oké. Okay, dus nou, wat je wel zou moeten spelen is dus toren A6. Ah, oké. Okay. Paardmaal E7, damemaal E7 en toren G3. Om nog meer druk uit te oefenen op die penning. Mm-hmm. Maar ja, ik zag het echt niet zo snel. Nou ja, misschien, die toren kan misschien... Ja, die kan niet zo makkelijk naar G6 of A6, omdat er dus die lopers op staan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, toch wel interessant. Ja, ja, maar ik zag het echt niet. Moeilijk, ik denk van, ja, wat moet ik hiermee? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Tja. Maar in de partij ging het geloof ik ergens gruwelijk mis voor zwart. Ja, klopt. Zwart, hè? Even kijken. Want na lopen E2, om mijn penning inderdaad terug te brengen, wordt dame A5 gespeeld. En ik had er zoiets van, oh my god, wat moet ik hier? Die zwarte velden D2 en E3, dat zijn echt complete schietschijven hier geworden. Dus ik speelde hier paard F1. En het was best wel sneaky eigenlijk. Want inderdaad, ik dek dus die zwarte velden af, maar tegelijkertijd zet ik die penning erin. Ja, ja, jij hebt nu ook een penning. Ik heb nu een penning inderdaad neergezet op die toren. En Sjoerd die sloeg vrijwel a tempo, had ik het idee, op F3. Ja, oké, dat is... Ja. Waardoor het inderdaad dus gruwelijk misgaat. Ja, dat is wel een bok inderdaad, zoals je het beschrijft. Ja, ja. Ja, dat gaat mis natuurlijk. Ja, en zelfs hier heb ik nog even zitten rekenen van, hè, zit er nog ergens een offertje in of zo, omdat... F3 kun je dus tussendoor slaan inderdaad en wat gebeurt er als ik de toren eerst sla? Dus ik heb hier ook nog wel zitten rekenen. Deze stem? Ja. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik zag dus inderdaad torenmaal A8, stel je voor damemaal A8 dan lopenmaal F3. En ik speel met een toren meer. Ja, ik ga even stukken tellen. Ja, ja, ja. maar wat dus inderdaad gebeurde is dat Sjoerd tussendoor op E2 sloeg.
En nu moest ik opnieuw gaan rekenen van oké, wat gebeurt er als ik op A5 sla? Heb ik nog andere zetten? Mm-hmm. En onze teamcaptain Johan op den Dries, die heeft mij de vorige ronde een soort schemaatje aangegeven, omdat ik nogal in een vormdip zat. Die zegt van nou, gewoon alle slagzetten ga je gewoon af. Mm-hmm. En dat heeft mij in deze stelling heel erg geholpen, want hier vond ik dus dame maal B3. Wauw. Ja. Dat is wel okay. Is dat de enige goede zet? Ja. Dat is de enige echt goede zet. De rest is nog steeds wel goed. Maar dit steekt er echt nog met 1,5 punt weer bovenuit. Dan is het eigenlijk een soort van dame desperado. Ja, eigenlijk wel, hè? Ik weet niet of je dat mag zeggen, dat het een officiële term is, maar... Want wat er gebeurt, ik heb hem niet als variant ingevoerd als je nu torenmaal A8 doet. Ja. Of torenmaal damemaal, excuus. Ja, ik doe wel eens met pijltjes zo. Ja. Dan kun je dame B5 als tussenschaakje geven. Oh, nasty. Ja. Ja, check. En dat is de dame. Behoorlijk katastrofaal. Ja, dat snap ik, ja. Want D5 die gaat er met een beetje pech ook nog af als je niet naar E6 gaat. Je kunt een stuk op E2 slaan en je houdt niks meer over eigenlijk. Oké. Mooi. Dankzij deze tussenzit heb je de wedstrijd feitelijk gewonnen. Ja, ik denk het wel. Ja, want wat er dus gebeurde inderdaad, A-maal B3, torenmaal A5. En hier werd lopenmaal F1 gespeeld en hier had ik nog wel toren B5 kunnen spelen. Okay. Om inderdaad het stuk te kunnen redden. Maar het leek me zo complex met lopen D3 en zo. Ik denk van dan gaan al die pionnen de 1-voor-1 af. Maar dat bleek uiteindelijk nergens op te slaan. Want je geeft gewoon tussendoor schaken en je slaat op B3. Okay. Ja, toren en je slaat hier op B2, maar dat mag natuurlijk niet. En je slaat op B3 daarna. Deze, zo. Ja. Zo, okay. Nee, maar ik zag eigenlijk in dit moment, want ik had best nogal wat tijd over. Dus ik dacht van nou even een momentje rust pakken. Ik denk van ik sla op F1, een paar maal A5, wat er dus ook gebeurde in de partij. En ik zag een winst met koning E2, paard C4 opnieuw om de B2 aan te vallen en loop C1. En de rook lift toren F3, toren B3. Aha, ja, wint. Ja. Ja. Ja, je moet het nog wel even uitpluizen omdat die koning toch wel binnenkomt. Mm-hmm. Maar ik kreeg een handigheidje tussendoor cadeau, waardoor het nog simpeler werd. Oké. Nou, ik weet niet, wat van deze partij moet bedenken. Het is wel in ieder geval wel complex. Maar goed, die lopen F3, dat is natuurlijk jammer voor Sjoerd. Maakt het wel een beetje makkelijk, althans in die zin. Dame B3 is natuurlijk geen makkelijke zet om te vinden. Maar... Nee, dame B3, ik was echt blij dat ik hem zag inderdaad. Ik dacht van nou ben ik eindelijk van eens een rotpaard af inderdaad. Maar toen kreeg je echt goede kansen om op winst te spelen natuurlijk. Ja, daar is het eigenlijk al uit. Ja. Daar gaf het al plus 5 aan. Inderdaad. Daarvoor is het nog, kan het alle kanten op. Ja, klopt. Dus toen heb ik ook echt een momentje rust gepakt. Ik ben rustig gaan rekenen. En dit is vrij simpel gewonnen denk ik. Ja. De stand. Ja, de stand. We hadden net al een kleine spoiler gegeven inderdaad, want Almelo 1 die heeft... Beetje geflatteerd, hè? Beetje geflatteerd gewonnen inderdaad. Ik denk wel dat ik gewoon een punt minder eigenlijk had moeten hebben, want ik stond best wel slecht op een gegeven moment. Maar alle kwartjes bij Euwe vielen een beetje de verkeerde kant op, had ik het idee. Want André die stond remise-achtig. Ik dacht Helmoet stond ook goed inderdaad, die zat naast mij inderdaad. Ik weet niet, ik had vooraf stiekem durven hopen op een 4,5 overwinning, maar 6,5, 1,5, ja dat... Misschien is het met de club in vorm, hè? Want ik zie het Almelo ook bovenaan staan. Ja, Almelo staat bovenaan. En dan valt het allemaal net goed, hè? Dit viel echt allemaal net goed inderdaad. Pallas, met wie we eerst ook bovenaan stonden, die heeft verloren van Zevenaar inderdaad. Verrassend. Ja, behoorlijk verrassend en ook met een behoorlijke uitslag. We hebben vorige ronde tegen Zevenaar gespeeld, dat werd 4-4, met wat hang- en wurgwerk. Het is eigenlijk de enige twee hordes die we nu nog over moeten zijn ASV2 en Pallas. Niet de minste. Dat zijn niet de minste. En die krijgen we ook in de komende twee rondes. Dus dat wordt best zwaar. En dan weet je meteen hoe het ervoor staat. Ja. Juist, en dan weet je gelijk wat voor pakketje in zit. Ja, zeker. Maar goed, het ziet er voor nu nog rooskleurig uit. Ja, zeker. Ja. Bovenaan, dan kunnen het is altijd goed. Ja, toch? Ja, lijkt me wel. Ja. Kijk, en de Max Euwe staat ook nog steeds in de middenmoot. Één puntje onder de top. Het ziet eruit als middenmoot inderdaad, maar het scheelt slechts één matchpunt. Ja, op schotafstand. Oké. Bedankt voor het commentaar. Ja, dankjewel voor het commentaar mogen geven vooral. Ik vind het weer leuk. We gaan weer verder naar Max Euwe 1.
fragmenten. Oké. Oké, ja, en nu is Max Euwe 1 aan de beurt. Naast mij zit Hans Postman, speler van Max Euwe 1. Waar ging de reis naartoe deze keer, Hans? Die ging naar Nijmegen, naar UVS was de tegenstander. Die waren goed gestart, stonden 2 matchpunten boven ons. Dus we hadden wat invallers, maar goede invallers in de vorm van David en Jasper. Dus we waren van tevoren redelijk hoopvol dat we misschien met een punt of meer weg zouden komen. Nou, laten we eens kijken hoe dat is verlopen. Er waren veel interessante partijen. Daar zijn een aantal fragmenten van geselecteerd. En we beginnen met een van de invallers, Peter Bolwerk. Die viel in. Peter is hier zwart. Wit is aan zet en speelt hier toren D3. En Peter met zwart besluit hier om de aanval in te zetten. Als je eerst naar deze stelling kijkt, dan zie je het grote verschil is. Er staat een gecentraliseerd paard op D4. Oh, prachtig paard, ja. Hè? Is dat maar, een octopus? Nee. Voor een octopus moet hij op de derde of de zesde rij staan. Afhankelijk okay. Of je wit of zwart hebt. Dit is al niet in midden, wel een lekker paard. En dan hangt ook nog van de pionstructuur af. Maar ja, hij is, het is een paard op een sterk veld. Mm-hmm. Paard is natuurlijk wel bijna gepend, want er staat een toren achter. Dus ja, die toren is gelukkig voldoende gedekt, maar je moet er wel rekening houden. Maar met de volgende zet kiest zwart voor de aanval. Zwart speelt E4. Kiest er bewust voor om de E-pion om niet langer het paard te dekken, maar de aanval in te zetten. Dat is natuurlijk altijd een zet die je goed moet overwegen. Wit speelt toren D2. Ja, heeft niet veel andere mogelijkheden. En hier vervolgt Peter sterk met dame C3. Centraliseert de dame. Mm-hmm. De witspeler die zal hier rekening gehouden hebben met E3. E3 is natuurlijk wel een zet waarvoor je moet uitkijken. Vandaar dat de witspeler al profilactisch besluit zijn koning van het diagonaal G1 A7 te spelen. Hij speelt hier koning H1. Echter, wit overziet iets. Zwart heeft nog een tweede dreiging. En ja, we beginnen meteen met een vraag aan de kijker. Ja. Beste kijker, zwart aanzet wint materiaal. Zet even het filmpje op pauze en neem even de tijd om de combinatie te vinden. En als men nu weer het filmpje herstart heeft, zwart aan zet wint materiaal met loper G5. De toren staat aangevallen. Moet weg. Die moet weg. Alleen het vervelende is, die toren staat ook nog gepend, want er is een loper op C1. Oh, en toren C2 kan niet, omdat het vervelende paard op D4 staat. De problemen voor wit? Hier heeft wit een groot probleem. Wit besloot uiteindelijk dame E1 te spelen. Geeft de kwaliteit. Ja. Zwart maakt daar dankbaar gebruik van. Loper maal D2. Loper maal D2, dame maal A3. En wit hoopt in ieder geval nog met dame KE4 een pion mee te plukken. Maar helaas, kijk ook even naar de onderste rij. De witte stukken staan niet zeer gelukkig. En zwart vervolgt sterk met dame A1. Valt die loper aan. Wit speelt koning G1. Maar nu is die loper gepend, dus zwart kan hier met paard keer B5 een pion pakken. Wit kiest nog voor een aanvalzet, dame E7. Zij heeft ook een probleem bij ons terrein. Ja, maar Peter kiest hier heel wijselijk voor om het simpel te houden. Zwart speelt hier dame F6. Denkt van, nou, kom maar op, ruil maar die dames, ik sta een kwaliteit en een pion voor. Ja. En wat even heel belangrijk is, dat paard op B5, ja, wit kan dat wel winnen, maar daar hangt ook nog weer die loper op D2. Oh, ja, daarna. Ja.
Dus ja, zwart blijft gewoon beslissend materiaal voor. Vandaar dat wit speler het hier opgaf. Ja, ja. Dus dat was een goed en snel punt van Peter. Ja, je hebt gewoon de druk gewoon goed opgehouden, ja, volgens mij. Hè? Aanval ingezet en toen wit speler iets miste, daar goed gebruik van gemaakt. Gaan we naar Frank Kroeze? Ja. Ik moet even nadenken, waar was dat ook alweer? Hier? Nee. Oh. We stonden bij het begin, is het begin. Pardon? Het begin is het begin. Het begin is het begin? Ja. Oh, sorry. Ja. Excuus. Ja, Frank heeft wit. Heeft de opening actief opgezet. Je ziet... Ja, wit heeft een pion in het centrum. De witte stukken staan iets actiever. En Frank is wit. Ja, en Frank besluit met de volgende set de aanval in te zetten. Een thema in deze stelling is om vaak om loper B1 daar met D3 te spelen. Maar Frank kiest hier voor een andere thematische set. Wit speelt paard E5. Ja. Blunder? Nou, het is een thematische zet, maar de cruciale vraag is, kan zwart op D4 spelen? En zwart gaat erop in. Zwart speelt dame maal D4. Ja. En daar is inderdaad iets voor te zeggen, want op eerste zicht denk je, maar wacht even, die loper, ik heb toch een aftrekaanval. Ik kan nu gewoon lekker lopen keer H7 spelen. Maar daar heeft zwart nog heel vervelend dame H4 op. Dan lopen keer H7 speelt zwart dame H4. En het is de vraag wie de aanval heeft. Misschien wel zwart. Okay. En die mooie centrumpion op D4 is. Ja, lopen H7 is niet met schaak, hè? Dat is wel belangrijk. Ja, zwart had daarvoor al profilactisch koning H8 gespeeld. Okay. Waarschijnlijk in de veronderstelling daarmee paard E5 te verhinderen. Maar goed, die dame zat daar wel een beetje tricky, hè? Hoe dan ook. En wit heeft een andere zet. Loper G6 was ook interessant, maar Franks zet is waarschijnlijk het beste. Frank speelt loper G5. Oh, dat voorkomt ook dame H4 bijvoorbeeld. Ja, hier mist, ik weet niet of de zwarte speler dit overzien had. De zwarte stelling is nog steeds oké, maar het neemt heel nauw. Zwart speelde hier een loper E4, daar gaan we zo naar kijken, maar er is even een zijvariant mogelijk. Nu staat er een loper op E4 ongedekt, maar let even op dat ook het paard op E5 ongedekt staat. Maar de pointe is veld H7 en veld H8. Wit vervolgt met dame maal E4. Dreigt mat op H7. Mm-hmm. Zwart moet daarom de dame schuilen. Dame maal E4. Loper maal E4. En zie hier de pointe. Zwart speelt loper maal E5. Maar nu hangt nog de toren op. Ja, hangt nog een houtje. Loper maal A8. Toren maal H8, pardon. En wit heeft een kwaliteit tegen een pion gewonnen. Dat is niet makkelijk te winnen. We maken even een sprongetje in de partij naar de 22e zet van wit. Zwart is aan zet. Wit heeft net de torens op de D-lijn verdubbeld. En hier moet zwart rekening houden... met een afwikkeling naar toren-eindspel. He, voor de hand ligt om bijvoorbeeld G6 of H6 te spelen. Maar dan moet je als zwartspeler al rekening houden met bijvoorbeeld toren maal D6, C maal D6, toren maal D6. Mm. En de witte staat dan geen materiaal meer voor, maar kijk eens even, die toren staat dan zeer actief op D6, valt die pion op B6 aan als zwart met... toren B8 passief verdedigd, ja dan die witte koning kan makkelijk winnen. Dan heeft wit een zeer gunstig toren eindspel. Vraag is, is het ook gewonnen? Dat durf ik zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Ik zou zeggen, beste kijker, zet het eens thuis op het bord op en ga het eens rustig puzzelen. Maar de zwartspeler besloot, zeer logisch, om
die loper op D6 te dekken. Toren D8 is natuurlijk fout, want zou je met zwart toren D8 spelen, dan zet je je loper in de penning en kan wit toren keer E5 spelen. Dus toren D8 is fout wegens toren maal E5. Zwart speelde dan ook het logische toren E6. Voilà. Alleen mist zwart hier iets. En weer een vraag aan de kijker. Wit aanzet behaalt groot voordeel. Vindt de beste zet voor wit. Mm-hmm. Pauzeer even het filmpje en als je hem gevonden hebt, herstart het filmpje. En voor wie nu het filmpje herstart heeft, wit speelt zeer sterk C5. Maakt optimaal gebruik van de onderschrijf. Zwart had natuurlijk gehoopt een vesting te bouwen, hè, langs het diagonaal A3 F8, maar met deze zet verhindert dat. De loper kan niet spelen omdat dan de toren op de onderste rij binnendringt. Let op, het loper F8, toren D8 is geen optie en toren, loper E7, toren D8 schaak gaat zelfs mat. Ja, ja. Dus zwart moet eigenlijk wel B maal C5 spelen. En nu speelt wit toren maal C5. En zie, de vesting is gesloopt en bovendien hangt er ook nog eens even een pion op A5. Zwart besloot die te offeren met A4, want ja, je verliest dan toch. Wit speelt B maal A4 en won later keurig in het eindspel. Een goede overwinning van Frank. Okay. Helaas scoorden de tegenstanders ook een aantal goede punten. Dus het stond lang gelijk en ja, een van de cruciale partijen was de partij van Jasper Deel. En deze stelling, Jasper heeft zwart, is aan zet. En nou, je ziet al, het is een spectaculaire stelling. Wit heeft twee zeer dreigende pionnen, dreigt op G5 te slaan, maar zwart heeft twee lopers die verdekt naar de koningsvleugel kijken. En met de volgende zet kiest Jasper voor de aanval. Zwart speelt koning H8, nodigt wit uit om op G5 een pion te pakken. Dan komt er geen over, maar zwart speelt dan gewoon lekker dame maal E5. Pakt dan de witte pion en ja, al zwarte lijnen komen op en dan heeft zwart gewoon een goede stelling. Wit speler ging zeer sterk verder met D6. Zwart speelt loper maal F2 schaak. Toren maal F2. En nu volgt dame C5. Wil de pion op G5 geven in ruil voor de pion op E5. Maar helaas, de witspeler werkt hier niet aan mee en komt hier met het werkelijk briljante B4. Geeft een pion om de zwarte dame van zijn beste veld weg te lokken. Mm-hmm. Zwart heeft niet veel keus, speelt dame maal B4. En wit vervolgt met E6. Je ziet, er zijn nu de twee zeer sterke pionnen die al ver gevorderd zijn. Ik heb wel eens gehoord dat twee pionnen op de zesde rij een toren waard zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, de zwarte stukken op de koningsvleugel zijn ook wat waard. Ja, zeker. Zeker. Zwart speelt dame C5. Wit speelt dame maal G5. E3. Ziet er allemaal zeer riskant uit. Toren F1. En nu slaat Jasper toe met loper maal G2. Oeh, spectaculair zit. Ja, de vlam in de pan. Ja, ja. Want op zowel koning maal G2 als dame maal G2 volgt toren G8 en zwart wint. Ja. Maar schaken is geen dammen, slaan is niet verplicht. En wit vervolgt zeer sterk met E7. In plaats van zich druk te maken om die loper en eventueel een kwaliteit, kiest wit ervoor om zijn pionnen in
naar voren toe in. Toren G8. Alsnog. Ja. Maar nu blijkt die loper op G2, die staat er nog, waardoor wit nog dame F6 schaak kan spelen. Dit moet een hele spannende fase geweest zijn. Ja, en we naderen hier ook de tijdnoodfase. Dus ik weet niet hoeveel, we zijn inmiddels op de 31e zet. Ik weet niet hoeveel tijd de spelers nog op de klok hebben. Maar gezien de complexiteit van de stelling, zal dat ook niet veel geweest zijn. Nee. Zwart heeft hier niet veel keus, moet door G7 spelen. En wit vervolgt met dame F8. Oh, ook weer zo'n zet. Schaak. Uiteraard, zwart mag niet slaan. Toren G8. Ja. Dame F6 schaak. Toren G7. Ja. Nou, zou het remise worden? Nee, wit heeft andere plannen. Wit speelt sterk D7. Allemachtig. En dreigt iets. Ja, ja. Zwart speelt lopermal F1 schaak. Kan niet verkeerd zijn, toch? Let op. Er hangt nog iets. En check. Hier maakt de witspeler een foutje. Het beste is verrassend genoeg koning mal F1. Okay. Want als koning mal F1, dame mal E7, heeft wit nog een verrassende röntgendekking op D8. Wit speelt D8 dame. Oeh, ja, ja, ja. En na torenmaal D8 kan wit torenmaal D8 spelen, omdat de witte dame op F6 over de dame E7 veld D8 dekt. Ja, ja. Een röntgendekking. Ja. En wint. In plaats daarvan koos wit een andere voor de hand liggende zet. Die lijkt te winnen. Wit speelt hier dame maal G7 schaak. Ja. Koning maal G7. Moet, hè? Ja. En dame D8 dame. Ja. Nou, denk je, dat wint toch? Ja, dat wint toch. Maar het verrassende is, zwart heeft nog een verdediging. Loper maal E2, zeer sterk. Dame maal A8. Oké. En hier waarschijnlijk in tijdnood maakt Jasper helaas de beslissende fout. Hij speelt hier het voor de hand liggende loper mal D1. Ja, zou iedereen doen in de tijd. Ja. Helemaal de tijd. Laten we even kijken hoe de partij verder ging. Dame F8 schaak. Koning G6. En zie hier het verschil. Okay. E8 dame schaak. Zwart krijgt door het schaakje geen tijd om zelf E2 schaak te spelen. Koning G5 volgt er nog. Dame G7 schaak. Koning G4. Maar helaas, na dame G3 was het schaakmat. Poef, wat een partij zeg. Ja, spectaculaire partij. Maar zoals gezegd, Jasper had de boel in evenwicht kunnen houden. We gaan even terug naar de stelling nadat wit dame maal A8 gespeeld had. Mm-hmm. Jasper had hier verrassend genoeg de stelling in evenwicht gehouden door dame keer E7 te spelen. Nou, op het eerste gezicht denk je, maar dat verliest toch meteen, want wit speelt dame G2 schaak met een dubbele aanval. Ja. En als je nu met loper G4 vervolgt, speelt wit penning. H3. Ja. Penning wint een stuk, komt de toren voor te staan, weliswaar tegen een wat pionnen, maar ja, die pionnen kan je met de dame de toren makkelijk tegenhouden, dus win je. Maar nee, er is nog een verdediging. Zwart speelt hier E2. Okay. Valt de toren aan? Nou, toren E1. En hier de pointe, dame E3 schaak, koning H2, en nu de beste zet is dame H6, die zit niet in de, ja, dame F4 kan ook, maar dame H6 is het meest eenvoudige. Ik weet niet of we die even kunnen invoeren. Dat weet ik ook niet, dat is wel spannend voor mij. Ja. En zie, wit kan de loper niet nemen. Sterker, de H-pion is gepend en de koning kan zich niet ontpennen, omdat dan H3 weer ongedekt staat. En koning G3 is ook niet de meest handige zet hier. Dame E3? F4 is misschien iets te optimistisch.
Nee, ik zou gewoon schaken op E3. Ja, toch weer. Ja, ik zat zelf te denken aan dame D6 gaan, koning F2, dame D4. Ik weet niet of de computer. Kunnen wij eens voor de grap koning G3 doen? Koning G3 is waarschijnlijk de verliezende zet. Oeh, ja, dame D6. D6 goed, Hans. Ja, ja, ja. Koning F2. Dame D4. En het is missable. Koning G3. Ja, en nu kan de loper gewoon vrolijk naar H5. En kijk even. Voor de kwaliteit heeft zwart drie pionnen. En kijk ook eens even wat voor pionnen. Ja, plus de koning staat bijzonder ongewikkeld. Ja, hier wint zwart zelfs. Dus ja, wit moet gewoon de boel gelijk houden. Krankzinnige stelling toch eigenlijk. Ja. Het is echt een spectaculair partij. Zullen we even naar de stand kijken? Ja, laten we even naar de overige uitslagen kijken. Eens even kijken, waar hebben we dat? F1, ja, hier hebben we hem. Bart speelde een correcte, nou ja, een nou, interessante remise, want er waren voor beide partijen nogal wat kansen. Ik zelf was aan bord 2 het langste bezig, maar laten we die even tot het eind bewaren. Frank hebben we gezien, die won. Maarten miste helaas een kleine combinatie waardoor hij verloor. David won een keurige partij. Achim helaas verloor. Dinant speelde een correcte remise. Peter hebben we gezien. Paul. Ja, die kwam minder uit de opening, stond lastig, maar wist zich met taai verdedigen de boel keurig remise te houden. En Jasper hadden we net gezien, die verloor naar een spectaculaire partij. Mm-hmm. Daardoor stond het na een uur of vijf spelen 4,5-4,5 en ik was nog bezig. Okay. En ik was niet zo goed uit de opening gekomen. En ja, de computer engine zag wel hoe ik mij had kunnen bevrijden, maar helaas, ik zelf zag het niet. En op de 54ste zet tastte ik definitief mis, waarna ik verloren stond. Maar ja, gezien de teamstand probeerde ik nog lang een remise eruit te slepen. Dat hield ik 109 zetten lang vol. Is iets lang. Ja, maar helaas toen deed mijn tegenstander een vervelende zet, waardoor ik zag dat er een aantal voortzettingen niet mogelijk was en op zoek naar een oplossing vergat ik de klok uit het oog en overschreed ik mijn tijd, maar mijn stelling was al verloren. Oké. Dus helaas een 5,5-4,5 nederlaag tegen een team ja, dat op papier ongeveer gelijkwaardig was. Mm-hmm. Dus, ja, jammer. Het was spannend. Ja, ja. Als we naar de stand kijken, dan zien we dat Philidor goede zaken heeft gedaan door een cruciaal duel van ASV te winnen. Ja. Wageningen verliest weer, ditmaal van het zeer sterke Delft. Ja, dat kan, hè. Ja. Maar ja. Zonder punten nog. Ja, maar het is een sterk team. Daar moeten wij de volgende ronde tegen. Dat zal een cruciaal duel zijn. Ja. Je ziet, we hadden het van tevoren al voorspeld. Groningen combinatie Polkeres, dat zijn de twee favorieten. Beide teams nog alles gewonnen. Met name Groningen maakt toch wel een zeer sterke indruk. Je ziet dat ze nu tegen een ander sterk team winnen. Ze gewoon eventjes met 2,5, 7,5. Ja, dikke overwinning. Ja, ja. Ja. Dus dat. Ja, en wij zitten met Max Euwe. Ja, we staan weliswaar nog net boven de streep, maar het zal duidelijk zijn, we zitten in de gevarenzone. En zo in de komende wedstrijden zullen wij punten moeten scoren. Zo is het, Hans. Dat zien we in de volgende journaal, denk ik. Hè? Dat zien wij de volgende keer. Ja. Bedankt voor het kijken, beste kijker. En tot de volgende keer. Ja, en ook van mij, tot de volgende keer.